wraak, ontsnappen aan een zoenpartij en afscheid van de Wilde. Bekijk hoe het er de afgelopen week aan toe ging bij Brugklas tijdens deze weekupdate. Een tijdje terug ontdekte Tirza dat haar vader haar biologische vader niet is. Inmiddels weet ze ook dat haar moeder wel haar echte moeder is. Maar wat ze daar verder mee moet, dat weet ze dan weer niet. En al die gedachten hebben effect op haar slaap. Ik wil dus dat jullie een optreden gaan geven met show-elementen. Denk bijvoorbeeld aan Elton John. Ja? Oh, tuurlijk. Het is alweer de tweede die te laat komt. Sorry. Jongens, wat is dit? Hè? Eerst Diego, nu Tirza. De vorige les waren er ook alweer 2 mensen te laat. Show-elementen. De grote veren, de... Tirza. Serieus? Te laat komen en nu ook door me heen praat? Weet je, ik wilde gewoon dat Bergman, meneer Bergman, zijn kop zou houden. Mond. Sorry hoor, maar ik mis 5 minuten uitleg over iets totaal onbelangrijks en dan moet ik liedjes gaan zingen. Ik vind het leuk om ons voor gek te zetten en dat maakt u juist irritant. Eruit, nu! En snel! Ik was gewoon super moe en Bergman zat zo te zeuren. Waarom ben je eigenlijk zo moe? Ik heb dus de hele nacht zitten nadenken, want ik wil eens mijn vader gaan zoeken. Ik blijf er maar aan denken. Oké, waarom vraag je hem dan niet gewoon aan je moeder? Dat heb ik toch al uitgelegd. Ik ben bang dat mijn ouders gaan scheiden. Want mijn nepvader wordt sowieso echt super kwaad als hij erachter komt. Even later is Tirza op zoek naar meneer Bergman om haar excuses te maken. Precies zoals meneer Van Morselt van haar gevraagd heeft. Tirza, ook ik moet jou een straf geven. Het wordt tijd voor dat tweede coupletje. Wat? Speel wat je net speelde. De klas van Maaike heeft vandaag het tweede uur aardrijkskunde van meneer Van Morselt. We hebben ook nog een gletsjerrivier. En hier is er sprake van smeltwater in het vroege voorjaar, als de temperatuur wat hoger wordt. Anna, geef jij maar eens antwoord. Ik had mijn vinger niet eens opgestoken. Nee, maar je krijgt wel de beurt. Ik weet het niet. Anna, je moet opletten en niet gaan zitten kletsen. Dit is belangrijk voor je proefwerk. Het antwoord is een combinatie. Je had het antwoord wel even mogen geven. Dus je wist het toch? Of stak je je vinger op omdat je moest kakken of zo? Vanochtend bij muziek maakte meneer Bergman groepjes van 2. Alleen hij was mij vergeten om in te delen. En ik durfde dat natuurlijk weer niet te zeggen, omdat ik denk dat iedereen dat raar gaat vinden. Ik heb trouwens van meneer Bergman gehoord dat er tijdens de les iets is voorgevallen. Nou, wat kan ik er nou weer aan doen dat hij me niet ziet? En de vorige les, u zag mij ook niet eens. Ik stak mijn vinger op en u keek gewoon over me heen, alsof ik er niet was. Sorry, dat heb ik echt niet gezien. Ja, precies. Niemand ziet me. Een poosje geleden deed Tirza de heftige ontdekking dat haar vader niet haar vader is. En hoewel Hailey haar helpt om vrolijk te blijven, is dit niet altijd makkelijk. Gaat het? Oké. Als ik dat voor Bergmans opdracht doe, dan krijg ik zeker een 1. Nee, maar Bergmans vindt muziek toch veel belangrijker dan dans. Je weet wat hij altijd zegt. Mensen, dit is muziekles. Ik had dus mijn moeders oude werk een mailtje gestuurd. En ik had gevraagd om een lijst met namen van de werknemers van toen. Maar ze begon helemaal over privacywetgeving en zo. Kreeg ik dus een mailtje van het vroegere werk van mijn moeder. De lijst met namen van de werknemers van toen. Stel dat mijn vader daartussen zit, dan kon ik dat toch niet zomaar negeren? Hey. Ik heb een geknallende koppijn. Ik had die lijst met namen. En ik voelde gewoon dat ik elk moment kon ontdekken wie mijn echte vader is. Hi. Hallo, waar ben je? Ben je er al bijna? Ik ben al een half uur op je aan het wachten, hè? Maar ben je al om de hoek of zo? Ja, ik voel me niet zo lekker. Ik ben ziek. Ziek? Gisteren was je nog prima. Ja, gewoon ineens knallende koppijn. Nou, dan wens ik je veel beterschap, hè? Doei. Weet je, ik doe het wel gewoon een andere keer. Laat iemand anders maar gewoon aan het werk. Nee, misschien heeft iemand een oplader voor je. Nee hoor, laat maar. Het hoeft niet. De les ging super slecht. Ik stond helemaal voor schut in mijn eentje. Die kleding was ook super suf. Mijn telefoon was leeg. En weet je wat? Laat het ook gewoon maar. Ik kan er toch ook niks aan doen dat ik ziek was? Ja, we snappen het nu allemaal wel. Je was ziek. Maar als ik ziek was geweest, dan was ik er wel gewoon voor je gekomen. Vooral als het zoiets belangrijks was. Belangrijk? Het is een schoolopdracht, hè. Weet je ook wat echt belangrijk is? Als je vader niet blijkt te zijn en je moeder daar je hele leven lang over liegt, dat is pas belangrijk. Zie je wel dat je niet ziek was? Je zou dat gedoe achter je laten. Ik kan het niet achter me laten, oké? Ja, het is wel super vervelend voor je, hoor. Maar soms gaat het ook weer niet over jou en gaat het over mij. Zoals gisteren bijvoorbeeld. De klas van Romy heeft het 4e uur wiskunde. Al is Romy's aandacht vandaag heel ergens anders. Luca, kun jij voor mij x berekenen? Ja. Wat is x? Wat is x? Yes. Ja, wat is de x? Ah, gevonden. Hier. Dat is niet bepaald grappig. Je kan weer gaan zitten, je weet precies wat ik bedoel. Yuka is zo knap. Ik vind het wel best wel lang leuk, sinds hij hier op school zit. Hij komt van het kwak. Wat, heb je mijn berichtje gekregen? Ik vind het niet grappig om tegen iemand te zeggen dat hij vies ruikt. Is dat wat je hebt, Carol? Ik ga stuk. Ja, dat is totaal niet wat ik heb gezegd. Ik denk dat dat verkeerd is aangekomen. Ik zei tegen hem van, you like me. Dus dat is zo verkeerd doorgekomen. Oh. Even. Teruggekomen op de vraag. You like me? Ja, nu wel weer. Ja? Oké, mooi. Blijft het je leuk om dadelijk dan na school af te spreken? Ja, is goed. Oké, zie ik je straks. Klasgenootje Faye heeft een onderzoek bedacht waarmee Romy de ideale jongen kan bepalen. Wat vind je nou echt belangrijk? Vind je bijvoorbeeld sportief belangrijk? Oh, nee. Hij moet eigenlijk liever niet sportief zijn. Want straks moet ik gewoon ieder weekend langs de lijn staan bij een of andere voetbalwedstrijd en doen alsof ik het leuk vind. Of hij gaat iedere pauze voetballen en dan stinkt hij hartstikke naar zweet. Hij moet wel echt lekker ruiken. Lekker ruiken, ja. Oh, weet je wat ook irritant is? Als hij super lang niet reageert op je appjes. Als hij echt, zeg maar, super hard to get probeert te zijn. We hadden uiteindelijk echt 30 dingen die de perfecte jongen moest hebben. Nou, geen ramp als Lucas ze niet heeft. Dan kunnen we het lekker op elke jongen gaan testen. Had jij niet met Sabine? Ik had eerst wat met Sabine, ja. Maar we passen niet zo goed bij elkaar, dus dat is niet echt. Luca had al zoveel goed van de checklist. Hij ruikt lekker, hij is zelfverzekerd en hij praat niet gemeen over zijn exen. Hij hoefde nog maar 1 vraag. Sport jij even? Ja, heel veel. Ik zit op voetbal zelf. Ik hou van sport. Het liefst train ik elke dag. Sowieso elke vrijdag en zondag wedstrijd. Dus hopelijk kom je me een keertje supporten. Hij had die laatste fout. Dan houdt het op. Oh, ik ben de verjaardag van mijn oma vergeten. Sorry, ik moet echt gaan. Sorry. Het is vrijdag en onze brugklassers zitten in de les bij aardrijkskunde, waar meneer Van Morselt de antwoorden van een proefwerk doorneemt. 3a, de mistral. Kijk naar de definitie op het bord. De mistral is een krachtige noordenwind die in de winter en in de lente, meestal, hè, voorkomt. Maar meneer, ja, Tirza en ik hebben ook bijna hetzelfde antwoord. Alleen die van haar is goed gerekend en die van mij niet. Ik was er niet blij mee, nee, toen Hailey dat zei. Dat kon dat Hailey een extra punt zou krijgen. Maar het kon natuurlijk ook dat Van Morselt op mijn antwoord alsnog fout zou rekenen. Ja, best wel toevallig, hè? Oh, wat suggereer jij daarmee? Ja, ik denk toch dat het voor iedereen wel duidelijk is. Je bent gewoon racistisch. Pardon? Je kunt niet zomaar iemand voor een racist uitmaken. Wat denken jullie wel? Ja, maar het is toch zo? Als je 4 mensen hebt, 2 zijn er wit en 2 zijn er niet wit. En ze geven voor alle 4 hetzelfde antwoord, maar bij degene die niet wit zijn, is het fout gerekend. Nou wordt het helemaal mooi, zeg. Ja, nee, het is helemaal niet mooi. Nouri, ik zou mijn mond maar houden voordat je zometeen nog meer zegt waar je zometeen spijt van krijgt, ja? Ik wens niet voor een racist uitgemaakt te worden. Dus jullie mogen je spullen pakken en vertrekken, nu meteen. Ja, meneer, ik ben vorige week al bij De Jong geweest. Ik kan toch niet meer. Maar je hoeft niet naar mevrouw De Jong. Je mag meteen door naar mevrouw De Wilde. Wegwezen, hoppa. Kunnen wij verder? Oké, er is niemand meer. Kom. Wacht. Ja, snel en stil. Ja, hè? Weg. Kom, let's go. Ja, jongens en meisjes. Het is voor mij een hele bijzondere dag. Want ik ga jullie namelijk vertellen dat ik de school ga verlaten. Ik wilde het je persoonlijk vertellen en ik heb het steeds een beetje uitgesteld. En nou ja, net kon ik je niet vinden, dus... Ja, ik zat opgesloten in mijn lokaal. Meen je niet? Ik wilde je al een tijdje iets zeggen. Hè? Of vragen. Of eerst zeggen en dan vragen. Ik hou nog steeds van je. En ik wilde je uitgerekend vandaag opnieuw ten huwelijk vragen. Sterker nog, ik ga dat alsnog doen. Oh my god. Ik moet de hele dag aan je denken. En toen je net vertelde dat je weg zou gaan, toen dacht ik... niet doen. Of in ieder geval niet zonder mij. Hè. Want ik ben bereid om je de hele wereld over te volgen. Dus, lieve Sanne... wil jij opnieuw met me trouwen? Serieus? Nee.